3 sollicitatievragen die je hoe dan ook kunt verwachten. Of je nu voor het eerst solliciteert, of je je huidige baan zat bent en het tijd is voor een nieuwe uitdaging, het is fijn om te weten wat je ongeveer kunt verwachten tijdens een sollicitatiegesprek. Wat wil de persoon aan de andere kant van de tafel horen? Hoe presenteer je jezelf als de man of vrouw voor de baan? Deze vragen kun je sowieso verwachten. Vertel eens iets over jezelf. Dit is de meest voor de hand liggende vraag, maar sollicitanten vergeten deze vaak voor te bereiden. Vertel niet je complete opleidings- en werkgeschiedenis, maar zorg ervoor dat je een korte pitch hebt, vergelijkbaar met de profieltekst op je cv. Noem de skills en ervaringen die voor deze vacature het meest relevant zijn. Waar zie je jezelf over 5 jaar? Een recruiter is op zoek naar een rode draad in jouw carrière. Kun je laten zien dat je hebt nagedacht over je verdere carrièreverloop? Zorg ervoor dat je ambitie laat zien. Hoe wil je doorgroeien? Zie je deze baan als een opstap naar een hogere functie? Of is de functie waar je voor solliciteert al je droombaan? In dat geval kun je het best zeggen dat je een expert wil worden in je vakgebied en je veel wil leren. Kun je een slechte eigenschap van jezelf noemen? Wees eerlijk, maar zorg er wel voor dat je een goede indruk achterlaat. Een recruiter zal eerlijkheid op prijs stellen, maar zal je niet zo slim vinden als je zaken noemt die jou in een kwaad daglicht stellen. Focus op verbeterpunten. Deze zijn namelijk niet blijvend en kun je als kandidaat verder ontwikkelen. Wil je werken aan je sollicitatievaardigheden? Bekijk het opleidingsaanbod op intermediair.nl. Of download de whitepaper met antwoord op 27 populaire sollicitatievragen via de link in het artikel.